Een dubbele commissievergadering van 4 uur tot 10:30 in 2 vergaderzalen tegelijk. De specialisten van alle fracties konden daar hun mening geven over 8 hoofdpunten uit het nieuwe coalitieakkoord. In de hoop dat het college veel van de aanbevelingen overneemt bij het vaststellen van de nieuwe kadernota, de voorloper van de begroting. D66 en GroenLinks zijn partijen die al langer voorstander zijn van een ander vergadersysteem. Erg goed bevallen, waar ik positief verrast dat dit de opbrengst was van het anders kijken en anders vergaderen ten opzichte van het verleden. Verleden was het een act voor 8 heren, heb ik ooit wel eens gezegd. En nu is het aan brede tafels parallel met de specialisten die zich konden verdiepen in de programma's en daar ook iets van konden vinden. En ik vind het erg positief. Ja, heel goed. De bedoeling was natuurlijk een beetje om met de nieuwe manier van vergaderen de raad meer in stelling te brengen. Dus om echt aan de bevolking ook te laten zien, het is de raad die OS bestuurt en niet het college. En GroenLinks zegt dat het goed gegaan is gisteren. Ja, dat signaal is goed afgegeven. Tijdens de vergaderingen kwam een hele lijst aan aandachtspunten voor het college voorbij. Wat staat er bijvoorbeeld op de wensenlijst van D66 en GroenLinks? Nou, we hebben het over in de ene commissie over frisse scholen gehad. Er zijn hele kleine, simpele maatregelen te nemen om dat helder te maken. CO2-apparaatje in de klas, kunnen we het meten, kunnen we het monitoren. Voor de openbare ruimte denken we aan het centrum, dat doet natuurlijk steeds. De vijverzingen moet een keer echt aangepakt worden. De mobiliteitsvisie is achterhaald, of die moet echt concreet gemaakt worden en alle discussies eromheen afgelopen zijn. Want er zitten inwoners op te wachten dat we helderheid geven over dingen waar we over besluiten. Er moet meer aandacht zijn voor de verduurzaming van de energievoorziening voor OS. Dat vinden we erg belangrijk. Het basisinkomen, daar gaan we het samen over hebben in OS. En centrumontwikkeling kan nog wel een tandje meer bij. We zagen ook andere fracties die het daar ook over hebben gehad. Dus daar zullen we zeker alert op zijn of er echt meegenomen is wat GroenLinks en ook andere partijen bedoelden. De wensen liggen dus op tafel. Het blijft natuurlijk wel de vraag of het college die allemaal mee kan nemen bij het opstellen van de kadernota. Dat moet blijken. We hebben gisteravond denk ik erg goed met elkaar gediscussieerd en dingen ingebracht. Het college neemt dingen mee, zoals ze dat dan netjes zeggen. We zijn heel erg benieuwd wat wij op 16 juli gaan bespreken. Als we de voorjaarsnota, zeker kadernota, want we krijgen allemaal nieuwe namen, wat we dan daarvan terugzien. En dan zal iedere partij daar zijn eigen punten weer uit willen halen. Ook bij GroenLinks denken ze dat het college wel gaat luisteren naar wat er in de commissievergaderingen allemaal is gezegd. Jazeker, en ik had ook wel het idee dat het college gisteren echt aan het luisteren was. Als we kijken naar de centrumontwikkeling, maar ook rondom duurzaamheid hoorde ik echt ook reacties, ook vanuit het college en niet alleen vanuit de andere partijen. En GroenLinks denkt inderdaad dat het college iets aan het ophalen was. En GroenLinks is er natuurlijk bij met alle andere partijen in OS om het college daar ook aan te houden. Je hebt het nu wel opgehaald, maar hoe vertaal je het in nieuw beleid? En daar gaan we ze echt wel voor zorgen dat ze dat telkens aan worden herinnerd. Meer over het nieuwe vergadersysteem en of dat een beetje effect heeft, ziet u vanaf zondagavond in het programma Focus.